Gezondheid is een heel waardevol begrip wat te vaak als vanzelfsprekend wordt beschouwd. En tevens denken best wel veel mensen, nou, ik leef vrij gezond. Maar dat weet je pas zeker als je het laat meten. Want meten is weten. Ik ben vandaag in Houten en ik ga bezoek bij Michiel ten Klooster van Atlas Gezondheid. En hij gaat ons alles vertellen over wat je nou kunt doen om je lichaam gezond te krijgen en te houden. Michiel, gezondheid is een ontzettend breed begrip. Dus hoe zou jij dit omschrijven? Gezondheid gaat om een volledige fysieke, emotionele en mentale welzijn. Niet alleen de afwezigheid van symptomen en van ziekte, maar in het dagelijks leven, wat is je energieniveau, hoe vitaal ben je? En het mooie hiervan is dat een ieder dus een ontzettend grote rol speelt in je eigen gezondheid. Dus je kan een actieve rol daarin spelen. Jij bent chiropractor, dus jij helpt mensen erbij. Hoe doe je dat? Nou, heel veel mensen bij ons die komen met allerlei symptomen. Denk aan hoofdpijn, pijn in de rug, armen, benen. En wat we dan vaak vinden is dat er een probleem in de rug zit of een probleem in de nek zit. Er zitten 48 gewrichten in de rug en de nek. En vaak ontstaan daar blokkades, zoals wij dat noemen. Die corrigeren wij met de hand. En dat zorgt voor een verbeterde communicatie tussen je zenuwstelsel en spieren, organen, etc. Waarom kijken jullie niet naar de symptomen, maar wel naar de bron? Symptoom is vaak al een alarmsysteem. Het is vaak al te laat. Wij willen juist dingen voorkomen. Het is zonde om allerlei symptomen te hebben, terwijl dat helemaal niet nodig is. Een goede functie van het lichaam voorkomt waanzinnig veel problemen in het lichaam. Nou, dat klinkt goed. Dus je kan zeker een actieve rol spelen in je eigen gezondheid. Lukt dat niet? Een bezoekje aan een chiropractor is zeker aan te raden. Wil je meer informatie? Ga naar de website. Een bezoekje aan de chiropractor kan ervoor zorgen dat je hele lichaam optimaal gaat functioneren. Dit is zeker van belang als je op een natuurlijke manier je lichaam gezond wil krijgen en ook wilt behouden.